Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vandaag is de winter officieel begonnen en dat doen we met temperatuur van 10 tot 13 graden. Waar het een stevige zuidwestenwind, aan zee is die windkracht 7, af en toe windkracht 8. En in de kustprovincies moeten we rekening houden met een zware windstoten tot 85 km per uur. Uit de bewolking kan lokaal wat motregen vallen, maar de hoeveelheden stellen weinig voor. Temperaturen al genoemd 11 tot 13 graden vanmiddag. En de zon die kunnen we vandaag eigenlijk wel vergeten, de bewolking overheerst. Ook vanavond houden we de stevige wind, houden we lokaal wat regen en motregen en de temperaturen blijven in de dubbele cijfers. Pas in het nacht komt het kwik hier en daar onder de 10 graden uit. Morgen overdag opnieuw veel bewolking en af en toe regen of motregen. Kans op regen is in het noorden morgen groter dan vandaag, al valt dat vandaag ook wel af en toe motregen. 10 tot 12 graden en opnieuw die stevige zuidwestenwind. Woensdag gaat het vanuit het noorden harder regenen en zodra dat regengebied gepasseerd is, begint de wind eindelijk af te nemen en breekt in de middag ook nog even de zon door. Tijdens de kerstdagen hebben we geregeld zon, vooral eerste kerstdag valt er een enkele bui, misschien met natte sneeuw en de temperaturen dalen naar 4 tot 7 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.